Het is Havikmot. Kijk uit. Ladybug zal je nu niet redden. Mijn zus, ze is in gevaar. Jij komt met mij mee. Hij heeft haar meegenomen. Wat moet ik nu doen? Roos, rustig. Huh? Ik heb een idee. Niets kan helpen. Je wordt Ladybug en verslaat Havikmot. Laten we gaan. Niet huilen. Veeg je tranen weg. Mijn arme zus. Ladybug zal ons helpen. Houd het vast. Maar hoe? Dat zul je zo zien. We zijn klaar. Ga zitten. Wat gebeurt er? Dit is het plan. We veranderen jou in Ladybug. Wauw. Maar hoe? Zo. Hier is ons actieplan. Ik wed dat we dit in een mum van tijd voor elkaar hebben. Laat me gaan. Vind deze video leuk? Dan zal Havikmot me laten gaan. Hij is vertrokken. Joepie. Hij is er nog steeds. Zeg, gemeen. Nu heb ik iemand om aan mijn foto's toe te voegen. Eindelijk. Ik heb geen enkele echte vriend. Laten we nu beginnen met mijn kwade plan. Jij verandert in een reusachtig kwaadaardig monster en we nemen samen de wereld over. Je bent zo grappig. Hoe durf je? Laten we beginnen met het kostuum. Probeer het aan. Nee en nee. Misschien dit? Niets van dit alles is goed. Kim, ik heb een idee. Laten we een nieuw filter proberen. Wat? Huh? Wow, ik heb deze gekozen. Het heeft gewerkt. Havikmot, kijk maar uit. Er ontbreekt iets. Oh, ik weet het. Ik hoop dat er genoeg energie is. Nee, doe dat niet. Nu zit er een vlek op. Ik ben nog niet klaar. Huh? Oh, nu is mijn kostuum net echt. Kostuum check. Er ontbreekt iets. Ik ben klaar voor de strijd. Wacht, je hebt een tas nodig zoals een echte ladybug. Oké, laten we een tas zoeken. Deze of deze? Wat denk jij? Ik denk niet dat één van deze... Wat doen we dan? Ik heb een idee. We bestellen het online. Hier is de levering. Bedankt, dat was zo snel. Maak het open. Wauw. Ik kan het niet geloven. Het is perfect. Zelfs beter dan die van Ladybug. Laten we het testen. Blaster, check. Octopus, check. We nemen alleen het hoognodige mee. Hoe past dit allemaal? Klaar. Wat een gave tas. Tas, check. Hier zit iets in. Is het een staart? Ik zal hem passen. Wauw. Nu ben ik Zenuwmin Ladybug. Verbazingwekkend. Laten we ons plan veranderen. Klaar. Ik moet haar boos maken. Maar hoe? Kinderen zijn zo onvoorspelbaar. Oh, ik weet het. Mijn superkracht. Hé, dat kietelt. Het werkte niet. Oké, plan B. Kijk eens naar dit schattige katje. Zo pluizig. Wil je hem niet aaien? Is hij niet schattig? Ja, en nu? De kitten is weg. Kitten, ik zal je proberen te redden. Ik heb alleen superkrachten nodig. Je kan het. Het is gelukt. Hoi, Poesje. Jij bent de schattigste. Laten we vrienden zijn. Wat? Mijn plan is mislukt. Laten we nu je haar doen. Je hebt stijl nodig, zoals Ladybug.
Deze verf is perfect! Nu gaan we wachten. Mag ik de handdoek al afdoen? Wacht, dit duurt eeuwig. De tijd is om. Maak je klaar. Oeps. Huh? Waar komen deze vlechten vandaan? Oh nee, ik was in de war en pakte de kleurstof van Wednesday. Maar ik zal het oplossen. Hier is de goede. Dat vind ik veel leuker. Laten we beginnen. Tijd om de resultaten te controleren. Wauw, het werkte geweldig. Ladybug is hier om de dag te redden. Die kleur is perfect. Je haar zit goed. Ik heb een interessant nieuw spel. Troom Troom Blitz. Wauw, ik vind het leuk. Ik heb een moeilijk level verslagen. Nu is het mijn beurt om te spelen. Je wordt zeker gek. Je ziet er geweldig uit. Selfie? Wacht, wat? Wacht even. Oh nee, wat is dit? Mijn tanden. Maak je geen zorgen. We kunnen ze gewoon poetsen. Alsjeblieft. Zeemermin tandpasta? Perfect. Zo helder. Oeps, mijn bril. Ik kan niet zien zonder mijn bril. Ik denk dat ik mijn contactlenzen heb gevonden. Wacht even. Nee, niet die zeemerminnenstaart. Er is meer. Die zijn niet van jou. Maar hoe ga ik Havikmot bestrijden? Hier zijn lenzen die ons zullen helpen op onze missie. Ik zal je helpen. Klaar. Oh nee, nu zie ik de wallen onder mijn ogen. Deze pleisters zullen helpen. Laat mij eens proberen. Start de timer. Laat eens zien. Er is niks veranderd. Ik heb een beter idee. Knip gewoon zo'n masker uit. En probeer het. Ik zal het nog een beetje bijwerken en dan zijn we klaar. Masker, check. Geen wenkbrauwen meer. Ik teken wel. Huh? Wat? Niet tekenen. Je moet boos worden. Nu. Waarom zou ik boos worden? Ik hou ook van knutselen. Ik ben ziek van knutselen. Oké, goed. Dan spring ik wel in het rond. Daar ben ik het best in. Auw, mijn hoofd. Nee, geen bubbels. Mijn ogen. Dit is voorbij. We kunnen het niet doen. Waarom niet? Kijk maar naar mijn nagels. Geen paniek. Ik heb een manicure kit. Wil je het proberen? Het is onze enige optie. We gaan voor rood en zwart. Laten we gaan. Geweldig. Laten we de andere nagels doen. Een super manicure voor een superheld. Nog één nagel. Wat is er mis? Het werkt niet. De nagellak is op. Maak je geen zorgen. We hebben een foto die we kunnen gebruiken. Het is zelfs beter geworden dan ik dacht. Nagels, check. Gevechtstraining is cruciaal. Ik heb een idee. Jij hebt karatelessen nodig. Oh ja. Oh ja. Ik doe mee. Raak. Houding. Raak. Hebbes. Laten we beginnen. Vecht met me. Sorry, jouw beurt. Dat doet pijn. Dat doet pijn. Auw, ik miste. 1, 2. 1, 2. Ik kan niet meer. Laten we aan je evenwichtsgevoel werken. Hanger, kijk uit. Woeps. Nu ben ik boos. Oké, ik heb het. Je bent er klaar voor. Ik kan dit niet meer. Ze zal niet boos worden. Laten we spelen.
Stop ermee, ik heb eten nodig. Hallo, bezorgen jullie? Ik wil een pizza, bedankt. Oeh. Het ruikt zo lekker. Pizza? Is er iets voor mij? Er is niets meer voor jou. Wat? Ik heb honger. Een monster? Het is me gelukt. Nu kunnen we de wereld overnemen. Je ziet eruit als een echte superheld. Maar ik niet. Wat is er mis? Ik wou dat ik ook een superheld kon zijn. We kunnen dat laten gebeuren. Daar kunnen we voor zorgen. Welke outfits hebben we? Deze. Wauw, ik vind het geweldig. Wow. Dit kostuum is helemaal voor jou gemaakt. Laten we alleen een paar details toevoegen. Alsjeblieft. Ladybug en Supercat zijn klaar voor de strijd. We zijn live vanuit de lokale bioscoop. Kijk wat er aan de hand is. Een echt monster. Vernietig! Ik denk dat dit mijn laatste uitzending is. Oproep aan alle superhelden om ons te redden. Ik zal je verslaan, slecht monster. Crash! Vernietig! Dit is moeilijker dan ik dacht. Vergeet je tas niet. Gebruik je superkans. Een pop? Hoe gaat dat helpen? Poppy! Oh! Baby zusje, jij bent het. Je zult boeten voor alles wat je hebt gedaan. Bug? Mijn gezicht jeukt. Waar is mijn bril? Laat me eruit. Jongens, alsjeblieft. Geef deze video een like, zodat ze me vrijlaten. Veroordeelde Kim. Uit. Oh, het werkte. Bedankt allemaal. Waar ga je heen? Ik moet een foto van je maken. Is dat het? Hoe zit het met vrijheid, weet je? Dat is niet eerlijk. Je moet me vrijlaten. Oh, hoe kom ik eruit? Oeh, hoe word ik een vampier? Dat lukt me wel. Plus 1. Tanden. Hoe kom ik daaraan? Ik heb hoektanden nodig. Hey Megan, ik heb een tandarts nodig. Natuurlijk. Doc, patiënt voor jou. Help, ik heb kiespijn. Eens kijken. Wacht even. Handschoenen zijn mijn grootste vijand. Dit is alles wat ik nodig heb. Dus wat heb je laten zien? Stil, als je praat, bijt ik je. Je kan gaan. De patiënt is gezond. En ik moet gaan. Ik heb de tanden. Een vampier hoort een bleke, gladde huid te hebben. De mijne lijkt er helemaal niet op. Ik wou dat ik een gezichtsbehandeling kon krijgen. Wat is dat? Wow, ja, dat zijn gezichtshulpmiddelen. Geluksvogel. Wow, het heeft gewerkt. De puistjes zijn weg. De volgende stap is mijn gezicht grondig wassen. Heerlijk. Oeh, mijn huid is stralend schoon. Wat heb je? Gadgets en huisverzorging zijn illegaal in de gevangenis. Wat ben jij gemeen? Ik vraag me af of hier eten is. Etenstijd. Hier is je eten. Jee, eindelijk. Ik eet dat soort dingen niet. Weet je, dit eten kan nog van pas komen. Ik gebruik verse komkommers voor een masker voor onder de ogen. Wauw, heerlijk.
is het volgende op de lijst? Bleke, heldere huid. Klaar. Ik heb een accessoire nodig, zoals die van haar. Hier is een flesje. Vaarwel, zout. Hé, ketchup. Ik doe er water bij. Voilà, mijn bloedhanger is klaar. Grote vampiervibraties. Echte vampiervibes. Nee, Kim, dat kun je beter. Hier, nu is de fles vampierennek waardig. Ik heb het goed gedaan. Handtekening vampieraccessoire. Klaar. Er is een telefoonnummer. Ik heb een vampiernoodgeval nodig. Alsjeblieft, het is dringend. Ik heb hulp nodig voor een vampiermake-up. Oh, schat. Ik bedenk wel iets. Hé, er wordt pizza bezorgd door Kim. Oké. Bedankt. Kim, je pizza. Wow. Het is make-up topping pizza. En de saus zijn eigenlijk lenzen. Dubbel wow. Nu kan ik snel mijn make-up doen met behulp van de pizza topping. Hey, wat doe je daar? Wauw, een hele makeover. Het is allemaal dankzij de pizza. Geef me een stuk en ik laat je eruit. Bedankt. Nu ben ik tenminste mooi. Ogen en make-up. Vampierenkapsel zou het volgende zijn. Nou, mijn haar lijkt duidelijk niet op dat van een vampier. Dat zijn veel vampieren. Zo plakkerig. Oh, allemaal zijn stylers en producten. Waardeer het, Rose. Dit is voor jou. Zorg ervoor dat ons haar er bom uitziet. Wat is het? Ik ben in orde. Het was fout, denk ik. Phew, laten we beginnen. Haar. Wimpers. En als laatste de lippen. Oh, wat een fel vampieroog. Nu ben ik prachtig. Vampierkapsel klaar. Hey Rose. Hey. Ik heb een hapje nodig. Natuurlijk. Ik kom eraan. Wat is dat geluid? Pak de kist en geef jezelf een hapje. Klinkt goed? Oeh, goed idee. Bedankt. Wauw, een doodskistmechanisme voor een creatieve hap. Jee, ziet er legitiem uit hoor. Bijt is een no-no in de gevangenis. Veeg alle sporen weg. Dat werkte bijna. Hé, hey, Megan. Er is iemand voor mij. Ik ben hier, in de vergaderzaal. Hé, hey, Kim. Oké, je mag een date hebben. Hé, hey, Rosie. Ik kom. Hé, hey, meer bars. Eindelijk, ik ben zo blij om je te zien. Rose, bijt me, nu meteen. Tuurlijk, geen probleem. Oeps, het werkt niet. Oh, Rose, je rug. Dag. Ik snap het, je hebt gelijk. Haar is gedaan, make-up is gedaan. Er is een pakketje voor je. Een dossier? Dat is het zeker. Ik moet mijn nagels doen. Vampiernagels, klaar. Het is dutjes tijd. Voelt hard. Oh ja, vampieren slapen in doodskisten.
Wauw, oh, dat is de kast van Rose. Vol met vampierspullen. Hier is een geschenk uit de hemel. Wat draag ik? Hallo, Rose. Help me een outfit samen te stellen. Natuurlijk, facetimen. Ik moet de pas voor me zien. Pas, harde pas. Doorlopen. Pas, dat is nog erger. De volgende. Dat is het raak. Nee, oeps, wat? Wie denk je wel niet dat je bent? Ik wil mijn jurk terug. Oeps. Oh, dit is precies wat je nodig hebt. Ja. Chic en mooi. XO. Vampier outfit klaar. De laatste uitdaging is een vampierencape. Hoe kom ik daaraan? Arriva! Je hebt duidelijk mijn hulp nodig. Ik heb een vampierencape nodig. Alsjeblieft. Een cape? Nou, nou. Maraca's zijn geen oplossing. Een vleermuis daarentegen wel. Hier, bijna gloednieuw. Oh, mijn eigen cape. Oh, je bent een peach. Ik sta bij je in het krijt. Cape klaar. Een hapje is het enige missende stukje. Verplaats het voordat Megan het merkt. Megan, verlies je niet uit het oog. Bijt is niet goed. Je hoektanden staan onder arrest. De nerds zijn nu vrij. Wat? Ik wilde zo graag een vampier zijn. Stil, stop met huilen. Veeg je tranen weg. Zo, je oude ik is terug. Ik wil een vampier zijn. Maak je geen zorgen. Ga naar het vampierenfeest. Ze zullen je bijten als binnenkomst. Dag, mijn kleine babyvampier. Megan, laat me eruit. Ik ben maar een nerd. Bril, vlechten, buisjes. Ja, klinkt logisch. Je bent vrij. Dit feest is alleen voor vampieren. Hier is mijn kaartje. Mag ik een hapje? Oké. Wow, ik wil het proberen. Oh, bedankt. Kan ik ook een vampier worden? Nee. Bijt me. Gekke fan. Goed. Ik werd een nerd. Ashley. Bijt geen willekeurige mensen meer. Bedankt. Weg, nerd. Je knoeit met mijn vampieraura. Ben jij ook afgewezen? Kijk wat ik heb. Hoe word je een vampier? Er is een stap-voor-stap gids. Hoektanden, kleren, beten, mantels. Ik ga studeren. Mag ik mee? Ik wil ook een vampier worden. Oké. Wow, is dit je vampierenkamer? Ziekelijk. Het is fantastisch. Het is zo vampierachtig. Ik vind het geweldig. Bedankt. Dit is mijn vampierenhol. Laten we beginnen met onze vampierenvorming. Allereerst laten we deze puistjes eruit zuigen. Oh-oh. Ik heb geen voorbereiding nodig. Ik doe gewoon mijn make-up. Het werkt. Vampieren hebben geen puistjes. Mijn huid is zo glad. Nu schuimreiniger. Geweldig. Vampieren hebben geen rimpels. Mijn huid straalt. Wat denk jij, Kim? Jakkes. Wat is er mis? Alles. Veeg het af. Laten we de instructies in het boek volgen en beginnen met de hoektanden. Oké, we hebben een professional nodig. Deze tandarts heeft zoveel VIP-patiënten. Meneer Beast en zelfs Elon Musk.
Hey jongens, denken jullie dat Elon Musk echt een vampier is? Vertel ons wat je denkt in de comments. Oh nee, dit is te eng. Is dat een martelkamer? Dit is de ergste dag van mijn leven. Ik ga daar niet naar binnen. Blijf kalm, ik ga eerst. Nee, het gaat pijn doen. Ga niet, Kim. Klaar. Wat vind je van mijn nieuwe hoektanden? Jij bent de volgende. Niet bang zijn. Nee, wacht. Kijk, ik heb al hoektanden. Dat is het. We kunnen gaan. Waar kauw je op? Waar zijn je hoektanden? Josie? Heb je me voor de gek gehouden? Jongens, laten we Josie helpen. Like deze video en Josie's hoektanden zullen groeien. Mijn slagtanden zijn gegroeid. Zag je dat? We zijn als geboren vampieren. Hoektanden, check. Volgende, kleren. Wow, onze outfits schreeuwen niet echt vampieren. Laten we eens kijken wat ik heb. Rood of gestreept? Nee, je bent niet de oma van Dracula. Wat is dit? Zit je spaarvarken vol met mogelijkheden? Nee, dat heb ik nodig voor school. Oké. Mijn nieuwe tanden. Deze schedel heeft botten van staal. Geef hier. We kunnen het gewoon openen. Oh, juist. Oké. Vliegend winkelen. Ik hou van mijn nieuwe stijl. Wow, nu ik. Sorry, dit is alles wat er over is. Wat? Eén speld? Bevalt het je niet? Gebruik dan je eigen spaargeld. Ik wil ook wisselen. Dat is veel beter. Oké, we hebben onze kleren uitgezocht. Volgende, de vampierenbeet. Laten we ons geluk beproeven bij de club. Ik heb iets bedacht. Tomatensap in plaats van bloed. Hou het infuus vast. Laten we de hoofdvampier voor de gek houden. Klaar. Let op mijn rug. Hi, ik dacht dat je misschien dorst had. Ik heb wat vers bloed voor je. Ze heeft het gekocht. Smakelijk. Vegetarisch bloed? Wat is dit? Bijt gewoon in mijn nek. Nee, daar trap ik niet in. Ga weg. En neem je vergif mee. Waarom vond ze het niet leuk? Kim, wil je een goocheltruc zien? Waarom deed je dat? Het is alleen voor onze transformatie. Het is net een vampiermantel. Oh ja, Josie, je bent een genie. Ik heb ook een cape nodig. Oké, je mag er één hebben. Mijn eigen cape. Nu zien we er super vampig uit. Cape, check. Volgende, contactlenzen. Oké, Kim, niet bang zijn. Laten we dit stukje plastic direct in je oogbal plakken. Voilà, ik ben er klaar voor. Mag ik wat? Nee, ik heb iets beters voor je. Een bril met rode glazen. Wow, het leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Vind je het mooi? Laten we het van de lijst schrappen. Wie heeft er pizza besteld? Is dat voor mij? Bedankt. Bijt me, ik ben heerlijk. Wat? Nee, jij weer. Ga weg. Hoe krijgen we die vampierenbeet? Ik heb een idee. We kunnen het gewoon tekenen. Kijk. Je hebt een vampier gevonden en het me niet verteld. Ik heb een stift gevonden. Geweldig idee. Wil je me er een geven?
Leuk! Vampierenbeet, check! Wat nu? Haar. Vampieren hebben altijd perfect haar. Niet zoals ik. Ik moet een nieuw kapsel maken. Ik heb een vliegende styler. Het geeft een perfect vampierenhaar. Geen gegluur. Dit noem ik nog eens een kapsel. Ik heb een speciaal accessoire speciaal voor jou. Ik ben de koningin van de vleermuizen. Haar, check. Oh nee, mijn lippen zien er dun en leefloos uit. Ik moet ze wat groter maken. Huh? Wat is dat ding? Je lippen lijken zo groot. Mag ik het proberen? Nee, ik heb kinderlippenbalsem voor je. Je lippen zijn perfect zoals ze zijn. Dank je. Je ziet er geweldig uit, Josie. Jij ook, Kim. Wat voor soort accessoire zou een vampier dragen? Parels natuurlijk. Mag ik er ook een paar? Woeps, mijn ketting. Het spijt me, ik heb alles opgeraapt. Oké, niet boos worden. Ik kan dit zo oplossen. Ik moet alleen de parels opnieuw rijgen. Fondsen toevoegen om een paar verschillende strengen te maken. We missen iets. Een beetje rood. Voeg rode kristallen toe aan een vislijn. Verf dan een paar parels met rode nagellak. Deze ketting is het perfecte vampieraccessoire. Wees niet verdrietig, Josie. Ik heb ook iets voor jou. Vind je het mooi? Ja, bedankt. De volgende. Nagels. Wat is dat? Je nagels? Ze zien er niet uit. Je hebt een manicure nodig. Oké, prima. Ik geef mezelf een coole vampiermanicure. Vind je mijn nagels mooi, Josie? Ze zijn fantaculair. Ik doe handschoenen aan. Mijn vampierhanden. Geweldig. Laten we nu onze make-up doen. Ja, laten we het doen. Je bent zo bleek. Ik denk dat we de laatste twee dingen van de lijst kunnen schrappen. Zijn we al vampiers? Ik heb alleen een tas nodig. Deze schedel zou perfect zijn. Ik stop er al mijn spullen in. We zijn klaar om de wereld te veroveren. Laten we gaan. Wow, zo vampy. We willen naar binnen. Jij weer, ga weg. Nee, jij gaat eruit. Wow, ze sloeg haar. Stop. Heb je tegen mij? Vampierenkus. Wow, mijn droomvampier.